Yeah. So my friend is looking for gazette. Yeah, paper. Yeah. Yes, paper is. Look, some Ede is here. Why? Because Ede is right from this space. I don't know what is this. Because my friend is looking from internet. Everybody is live here. Is maybe is go Ede this new park because this is spaces I don't know. This wall is science space. Oh, yeah, science space. Voor Volk en Vaderland, een jubileumboek door de NSB uitgegeven in 1941, naar aanleiding van 10 jaar bestaan. Met de geschiedenis zoals de NSB die in ieder geval beleefd had. En helemaal aan het eind zie je hier een prachtige overzicht, een uitklapper. Met een foto van de Haagspraak in 1940. Het ziet er natuurlijk weer ongelooflijk uit. Een aantal mensen, wel een beetje gemanipuleerd kan ik je zeggen. Ze hebben met een speciale lens gewerkt om die hele vlakte, om die groter te doen lijken. En ook de massa groter te doen lijken dan die in werkelijkheid was. Wie die beelden ziet van Lunter, ja, die is toch wel wat onder de indruk. Tenminste, ik was het. En we kennen natuurlijk allemaal die beelden van Nuremberg. Hè, waar de nazi's hun jaarlijkse partijdagen hielden. En toen ik eenmaal vaststelde dat er dus hier in Nederland iets soortgelijks had plaatsgevonden. Nou, toen was mijn interesse wel gewekt. Het is bovendien toch best wel bijzonder als je ergens onderzoek naar doet dat het er ook nog staat. In Nederland is het enige grote bouwwerk wat door de NSB hier is neergezet in de jaren 30. Wat je ook nog daadwerkelijk kunt bezoeken. De foto's ogen vaak, zeker die van 1940 of nog later, die doen zelfs af en toe een beetje denken aan wat daar in Nuremberg is gebeurd. Maar goed, wie achter de schermen kijkt, en dat doe je natuurlijk als je hier een onderzoek naar doet in de archieven, ja, die krijgen toch een wat ander beeld. In de NSB-pers varieerden cijfers van tot aan 70.000. Kijk, van een aantal Haagspraken zijn gewoon de cijfers bekend. Dan kom je uit zo tussen 17, 18, 20, misschien 22. Ik denk dat als je 20.000 neemt, dat je dan aan een heel veilig gemiddelde zit. Maar goed, het is natuurlijk toch heel imposant om als je dat zo ziet. En dit is, ja, wat dat betreft slagen ze er wel in om naar buiten toe die indruk te wekken. Je ziet dat ook hier bijvoorbeeld in de krant van het weekblad van de NSB. Volk en Vaderland wordt met groot materieel, om het zo maar te zeggen, wordt ingezet op de Haagspraak. De jaarlijkse bijeenkomst van de NSB in Lunteren. Dit is dan die van 1939, toen het nieuwe podium. Je ziet het hier staan en wat we vandaag natuurlijk nog kunnen zien, bij uitzondering van het spreekgestoelte, hè, dat is weggehaald na de oorlog. Dat wordt voor het eerst hier getoond, 1939. Vlaggenmast, enorme vlaggenmast, 38 meter aangevoerd in 38, moest de liefde voor het vaderland verbeelden. Hier nog zo'n ander zeer belangrijk attribuut, de klok van de beweging. Uiteindelijk een zeer berucht attribuut geworden, want in 1940, toen ze in juni hun laatste plenaire bijeenkomst hielden in Lunteren, werd deze klok, die werd uiteindelijk geschonken door Mussert aan Göring. Dat heeft natuurlijk nogal wel voor wat opschudding gezorgd. Hier heb ik de uitgeschreven speech.
van Mussert tijdens de bijeenkomst in 1940. Dit zijn zeg maar, dit is zo uitgeschreven. Hier is het dan nog weer eens een keer in kleine stukjes. Dus dit heeft hij gebruikt. En dan zegt Mussert tegen de menigte, bent u voor of tegen Duitsland? Nou, natuurlijk iedereen is voor. Hij formuleert iets anders. En dan maakt hij bekend dat hij de klok van de beweging, en was toch een beetje symbool van het godsvertrouwen van de beweging zelf, dat hij die schenkt aan Göring, omdat hij vanaf dat moment Nederland en de NSB zou beschermen. En Mussert schrijft hier een klein briefje aan Göring, de gelukkige ontvanger. Als klein bewijs van onze grote erkentelijkheid voor de bescherming van het Nederlandse volk. Dit zou hem nog lang worden nagedragen, ook na de oorlog. Toen hij eenmaal voor zijn rechter stond, was dit een van de punten die hem waar hij voortdurend mee geconfronteerd werd. We staan nu te kijken naar de twee van de weinige overgebleven NSB-graven die op dit moment nog zijn. Van de heren Rijdon en Roskam. Rijdon is vermoord in de oorlog, geliquideerd. En het eigenaardige hiervan is dat met name de steen van Roskam van na de oorlog is. Dus het is tamelijk bijzonder dat dat toen nog kon, blijkbaar. In de jaren 70 is zo'n steen geplaatst met runetekens. In de Nederlandse landstam, de eerste bedrijfsorganisatie in Nederland die publiekrechtelijk is. Het zwaartepunt van onze arbeid ligt dan ook bij den boer op zijn erf. Wij houden ons aan het historisch gegroeide. Op den darmsporenleider. Roskam was wat meer de gelovige. Die echt helemaal opging in die bloed- en bodemfilosofie. En vooral natuurlijk, want dat was eigenlijk de essentie in het boerendom. Roskam was de kampioen van de boeren. En de boeren zouden het fundament zijn van het nieuwe Nederland. Nou, daar had Mussert natuurlijk wel wat minder mee op. Maar Mussert beschouwde Roskam toch altijd zeker wel als een betrouwbare. En dat was al heel wat. Binnen de NSB, die ook stijf stond van intriges en van competentiestrijd. Als een betrouwbare kameraad. Gij zijt uitverkoren de baanbrekers te zijn voor de vrijheid en het recht van uw stand. Gij kunt met Gods zegen de voedselvoorziening van Nederland veiligstellen. Ik reken op uw aller medewerking en verwacht dat ieder zijn plicht zal doen. Ze waren op het nieuws bezig om een soort van stemming te houden met de gemeente. Of om de muur te laten staan of de muur af te breken of een museum ervan te maken. En nu is het uiteindelijk is het blijven staan. De muur was voor Mussert bedoeld van de NSB omdat Mussert was nogal klein. En als hij op die grote muur stond, dan kon hij toch heel veel indruk maken op de NSB'ers. En waarom het op de Goudenberg heeft gestaan, dat komt omdat dat het een beetje het midden van Nederland is, zodat iedereen ongeveer even lang moet reizen. En daar staat hij dan. En staat hij in het midden van de camping in de Goudenberg. Daaromheen is nu een park gebouwd. Met een zwembad. Thank you.
Nou ja, die vlaggenmast in die muur, die stonden natuurlijk model voor het vaderland. Hè? Dus wat de NSB had een aantal doelstellingen, maar één ervan was zeker een soort cultus van het vaderland en van het eigen volk. Hè, dat werd daar gevierd. Hè, die vlaggenmast die dan in 1938 daar is opgericht, 38 meter, hè, daar zou de prinsenvlag voor het eerst in worden gehesen. Hè, die zou de NSB tot Nederlands nationale vlag wilden laten maken. Het oprichten van de mast zelf was niet zonder gepast ceremonieel gegaan, als ik het zo mag zeggen. Hè, dus in de bronnen heb ik gelezen dat de mannen die dat op die dag moesten doen, dat ze stomdronken waren. Hè, en dat de beheerder van het terrein, toch de eerste man in Lunteren, uiteindelijk over de vlaggenmast heeft staan plassen. En met de woorden van zo, die moet maar eens goed worden ingewijd. Ja, dat is natuurlijk toch, laten we zeggen, een hele andere benadering van het symbool van, hè, en de liefde van het vaderland. En dat geldt ook voor die kringvlaggen. Je leest in het NSB-archief dat daar slecht mee of onzorgvuldig mee werd omgegaan. Dus voor alle hagespraken, althans die van 1936 tot en met 1939. Voor 1940 is er geen officieel programma meer verschenen. Maar voor alle andere haagspraken was er natuurlijk wel een boekje. Er is ook hier nog een liedboekje. Kunnen we nog wat meezingen met Ruimbaan voor Mussert. Ja. Wat staat er nou? Fasciste liederen worden krachtig gezongen. Dit is 37 als ik het zie, ja. Het ging gewoon niet meer door omdat de Duitsers weigerden om benzine ter beschikking te stellen. En Lunteren kon je natuurlijk, was in al die jaren, in de jaren 30 was het natuurlijk wel met de trein bereikbaar. Maar dat was dan een gedeelte. De overgrote massa moest komen met de autobus en met persoonvervoer. Ja. Nou, vanaf juni 40 was dat niet meer mogelijk. Benzine was op de bon en werd alleen voor het hoognodige werd dat ter beschikking gesteld. En dat was niet een bijeenkomst van de NSB. Omdat wij niet wilden gelden op het nieuwe Duitsland en op het fascistische Italië, omdat wij niet wilden geloven aan de onbaatzuchtige hulp van het onvolvreden Oudloop. Het is gebouwd naar het voorbeeld van een Duitse, nazi-Duitse Pfingstätte. Het is een open luchttheater waarvan er in de jaren 30 tientallen in Duitsland zijn verrezen. Dat hebben ze hier in Lunteren hebben ze dat nagedaan. Die zijn allemaal gebouwd tegen een bomenrij, voor een heuvelrug. Die staan niet zomaar los. Dus dat geeft natuurlijk organische eenheid, magisch begrip. Uit de jaren 30, uit de ideologie van de NSB. Volk moest één worden. En op zo'n terrein, één met de natuur, zou dat lukken. We hebben in Lunteren geen militaire parades gehad. Of de Führerverehrung die je had in Nuremberg heeft zich in Lunteren ook niet voorgedaan. Hier staat Mussert dan op zo'n met groen verhoogde verhoging. Dan moet ik toch vaak denken aan een soort van prins carnaval op een praalwagen. Die aan het eind van zo'n manifestatie door zijn leden wordt begroet of vaarwel gezegd. Dus dat is toch van een hele andere orde dan wat we natuurlijk in Nuremberg hebben gezien. Mussert was apetrots. Het verhaal van mei 1942 als de grote Heinrich Himmler, Reichsführer, SS, de op één na machtigste man van Nazi-Duitsland, tijd vrijmaakt om naar het Gelderse Lunteren te trekken en zich het terrein met de muur te laten aanschouwen. Die ene middag, stel ik me zo voor, moet hij toch even voor 1 of 2 uur, dat moet zijn finest hour geweest zijn in zijn relatie met Himmler. Heeft hij de grote Reichsführer SS, die heeft hij zijn terrein, het visitekaartje van de beweging, heeft hij mogen tonen. En als je ook op de foto's kijkt, dan zie je dat hij daar echt daadwerkelijk van geniet. Dat Himmler dat waarschijnlijk ook ervaren heeft. Je zou denken, die man had jaren, heeft hij op de eerste rij gezeten bij die enorme megalomane manifestaties in Nuremberg. Je zou denken, nou ja, die zal zich wel niet erg
hebben uitgekeken naar zoveel Hollandse kneuterigheid. Maar dat is niet zo. Kijk, je had in Duitsland twee stromingen. Je had de neoclassieke stroming van Hitler. Hè, en die door Speer in Nuremberg is gebouwd. En Himmler stond daartegen een hele andere stroming voor. Himmler was natuurlijk de mysticus. Hè, die op zoek ging naar de ware Germaan. En daarbij paste juist de Thingstetten, hè, het kleine openluchttheater waar de oude Germanen bijeengekomen waren. Dus ik denk ook echt serieus dat er die middag, natuurlijk was er een politieke agenda, maar dat er ook twee heren werkelijk waren geïnteresseerd en met belangstelling voor elkaars passie, zou ik bijna zeggen, over dat terrein hebben gelopen. Het is toch altijd wel, vind ik in ieder geval, indrukwekkend om een origineel schrijver te zien. Waarin de tweede man van Nazi-Duitsland, Mussert, bedankt voor het wunderschöne teller. Dus hij heeft een paar zilveren borden gekregen en een fotoalbum. En dan praat hij hier ook over het bezoek aan het Thinggelände, de Thingstetten in Lunteren. Zoals het hem vandaag de dag bijstaat, is het in zeer slechte staat. Dat natuurlijk, dat we in Nederland heel veel herdenkingsplaatsen hebben die herinneren aan de oorlog. Maar dan voornamelijk aan de heldhaftigheid van Nederlanders, verzet. Of aan de slachtoffers, Joodse Nederlanders. Maar dat er geen één plek is waar ook het andere Nederland, om het zo maar eens te formuleren, wordt herdacht. En ja, als het dan gaat om, als je dan toch een symbool zoekt voor collaboratie, dan denk ik dat de muur van Mussert daarvoor natuurlijk een hele goede plek is. Omdat het verhaal over collaborerend Nederland ook in zekere zin een beetje zichtbaar gemaakt kan blijven. Hij is niet gestorven als een landverrader. Helemaal niet. En ook niet als een man die beschadigd was met schande. Hij is gestorven in zegepraal. En het is iets zo geweldigs wat ik niet verklaren kan, dat ik niet begrijpen kan. Absoluut niet. En wat toch zo is. En dat is zo groot dat wij daardoor heel veel licht hebben kunnen krijgen. En heel veel duistere dingen zijn veranderd in het licht. Zijn ziel in eeuwig leven verwacht in jongste dag. En het leuke is trouwens nog dat ik in ons archief nog een brief vond van Roskamp aan de Jong. Waarin hij meneer de Jong uitnodigt voor een gesprek. Waarschijnlijk wil praten over de rol van Mussert. En niet als collaborateur. En waarin hij schrijft: ik vraag het u niet, maar ik wil u toch zeggen, komt u wel eens in Lunteren? Dan zou zo'n gesprek tussen u en mij wel eens op het terrein daar plaats kunnen vinden. Want, zegt hij, het is misschien wel de beste plek waar de geestesgesteldheid van Mussert en de NSB is te verstaan. De Gootsberg is beautiful, ja? Beautiful.